als filosofen een boek schrijven over de zin van het leven, zoals Bagini, welk soort boekje krijg je dan? Wel, Bagini die lijst een aantal opvattingen op die mensen hebben over zinvol leven. En dan gaat hij dat filosofisch analyseren, argumenteren tegen argumentaties. Want het is wel zo dat als je op straat luistert, of kijkt bij jezelf, dat we toch wel bezig zijn met die zinsvraag. Wanneer is het leven echt de moeite waard? Wat ga je ervan maken? Wanneer past je leven bij hoe dat jij wil leven? Die vragen die beantwoorden mensen onbewust. Impliciet hebben ze een aantal overtuigingen. En die lijst Bagini op. Neem nu bijvoorbeeld, de zin van het leven is zoveel mogelijk profiteren. Dat hoor je heel vaak. Dat kunnen ze mij al niet meer afpakken, zeggen de mensen. Dat zijn ze op prijs geweest. Of ze hebben genoten van het leven. En dat is een stukje van de waarheid. Maar andere mensen zeggen, succes hebben, er iets van gemaakt hebben, iets bereikt hebben. Dat is zeker iets dat je heel vaak hoort, zeker in de media. Mensen die enorm veel bereikt hebben, worden opgehemeld. Of een andere opvatting is bewust leven. Want het leven is zo kort. En proberen zoveel mogelijk bewust te leven. Dat is een antwoord die andere mensen geven. Of andere mensen zeggen, helpen. Zinvol geleefd hebben is iets gedaan hebben dat je zelf overstijgt. Anderen geholpen hebben. Zo zijn er heel veel opvattingen over zinvol leven. En die lijst hij op. En het belangrijkste is dat als je één stukje eruit haalt, je niet de volledige waarheid hebt. Het antwoord zit ergens tussenin. Was het maar zo gemakkelijk dat je één dingetje kon nemen en dan zeker was dat je zinvol geleefd hebt. Want het punt is ook, als je over die vraag begint na te denken, dan kun je niet anders dan een beetje filosoof worden. En dat is helemaal zijn punt. Je leert filosoferen als je die vraag bekijkt. Want in welk soort universum leven we? Als je gelooft dat het universum een geheel is van krachten en tegenkrachten, een zinloos geheel, ja, wat is dan zinvol leven? Of als je gelooft dat er in het universum een intelligent design aan het werk is, dat er een God is die iets bedoeld heeft met de mens. Ja, dan wordt de zinsvraag natuurlijk helemaal anders. Dat is die bedoeling vinden. En tussen die twee uitersten, het zinloze universum en dat geloof, daartussen situeren de meeste mensen zich. En ze zoeken naar zinvol leven. Ja, daar zijn we echt wel mee bezig. Je wil er iets van maken. Je wil authentiek zijn. Je wil een leven geleid hebben waar je kunt achterstaan. Dat je akkoord mee bent. Dat beantwoordt aan je criteria. En die criteria leren kennen, dat is het belangrijkste.